Dat zijn de taalfouten. In één week is er weer een hoop gebeurd, dus we hebben ze weer voor u opgespaard, de taalfout van deze week. Weer zo'n typische één letter verschilfout. Er had moeten staan verwarde man, dreigt zichzelf in brand te steken, maar het werd verwarmde man dreigt. Maar is die niet al warm genoeg? Oeps. En dan de faaltaal van de week. Een klant wil niet betalen voor een dienst. Een collega probeert uit te leggen dat het om een commerciële instelling gaat die geld moet verdienen. Ze zegt, we zijn geen subtropische instelling. Deze kun je dubbel opvatten. Amsterdammers lopen het liefst hard door Vondelpark. Door de klemtoon op hard te leggen, wordt het weer iets anders. Is het park dan zo beangstigend? En last but not least, je ziet de stoepbord staan met daarop een vrij